Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag maandag, een nieuwe weekvlog. Het is nu rond 3 uur en ik ben al echt al mega lang wakker. De video staat nu live. Mijn nieuwe weekvlog staat live. Super leuk. Ja, wat ik vandaag ga doen, nog meer is vrij weinig. Ik ga lekker zo meteen misschien een film kijken of zo. En daar heb ik super veel zin in. Of lekker vlogs kijken, YouTubers kijken en zo. Ondertussen ga ik even laat lunchen. En dat doe ik met deze crackertjes. Die vind ik zo ontzettend goddelijk. En ja, dat is wat ik ga doen vandaag. Superleuk. Morgen ga ik winkelen met mijn zus. Super tof in Rotterdam. Woensdag ga ik naar Amsterdam. Donderdag ga ik iets doen met mijn moeder en mijn zus. Vrijdag ga ik met 3 klasgenoten lekker schaatsen. En dan is het alweer weekend. Dus ik heb echt een hele drukke planning. En als jullie deze video zien, dan hebben jullie het vast al gezien op mijn YouTube kanaal. Of misschien op social media wel voorbij zien komen. En het hagelt, maar goed. Is dat ik samen met Jamira een YouTube kanaal ga beginnen. Genaamd JJ Friends. En dat staat even voor Jamira Jamie Friends. En iedere zondag komt er dus daarop een video. Dus abonneer je allemaal ook even op dat kanaal. Ik zal het kanaal hier zetten. En abonneer je daar ook allemaal even gezellig op. Dat vinden we hartstikke leuk. Dus iedere zondag een video. Dus niet alleen op de maandag en op de woensdag komt er op dit kanaal een video. Op dat andere kanaal kunnen jullie op zondag een video verwachten. En dan wordt zondag echt een toffe video. Maar ja, die hebben jullie ook al gezien, want die zit verwerkt in deze video. En dan gaan we naar Amsterdam. En super tof. Lekker een dagje winkelen. Super tof. Dus dat kanaal kunnen jullie ook zeker checken. Abonneer even hieronder. En ja, ik ga lekker film kijken. Ik lig lekker in bed met Quinn. Die ziet er alleen niet. Ze is niet via aan het kijken. Het is nu rond 17:45. En ik ga even lekker een dutje doen. En omdat ik moe ben. En ja, ik zie je zo weer. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Het is nu 22:50. Ik ben al een uurtje wakker. Dit is wat ik aan heb. Deze trui. Mijn broek komt van de Bershka. En mijn fans. En ik ga zo meteen naar Rotterdam toe. Samen met mijn zusje. Om lekker te gaan winkelen daar zo. Een hapje te gaan eten. En super. Super gezellig. Ik heb er echt super veel zin in. Ik ben ondertussen Keeping Up with the Kardashians aan het kijken. Hier zo. En ja, ik ga zo meteen even nog wat dingetjes fixen aan mijn gezicht, aan mijn haar, aan mijn whatever. En dan ga ik jullie meenemen naar Rotterdam. Dus let's go!
best wel veel gevolg. Ik ben dus nu aan het periscopen. Zeg eens allemaal hallo. Oh, precies niemand wil hallo zeggen. Ja, je komt in de vlog. Hallo. Dit kanaal. En schep. Dit kanaal. Super leuk. Dus. Ik ga nog even lekker periscopen. En ik spreek jullie zo weer, guys. Doodkat. Doodkat. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Het is nu woens. Kwart voor tien. Ik heb net gefilmd met Jamira. En vandaag gaan we naar Amsterdam toe. We hebben net een video opgenomen voor ons nieuwe kanaal. Genaamd Jager Friends. Als jullie deze video zien, staat die kanaal al online. En staat de eerste video al live. Yay! Super tof. Dus abonneer je even hieronder. Als je geabonneerd wil worden op het YouTube kanaal JJ Friends. En we gaan binnenkort gaan we ook een Q&A opnemen van hoe we op de naam zijn gekomen. En dat soort dingen. Dat kunnen we eigenlijk nu wel uitleggen. Hoe zijn we eigenlijk op de naam gekomen, JJ Friends? Ja, dat ben jou eigenlijk opgekomen. Nou, ik ben er eigenlijk op de naam gekomen omdat, ja, we weten allebei. We beginnen allebei met de letter J. Ja. En we zijn vrienden, dus JJ Friends. Dus dat is helemaal heel chill. En ja, binnenkort hebben we ook een hele leuke iets op de planning staan waarvoor we profielfoto's gaan maken en zo. We hebben een fotoshoot. Super tof. En we gaan ook niet zeggen waar en wanneer, maar dat zien jullie allemaal op de video van JJ Friends, volgens mij, kanaal. En ik ga niet weg met JBR Live. Ik blijf het gewoon lekker doen. Maar ik blijf ook video's maken voor JJ Friends. Dus kunnen jullie uitkijken. We gaan zo meteen naar Amsterdam toe. We gaan zo meteen naar Amsterdam toe om lekker te gaan winkelen. En ja, daar heb ik super veel zin in. Dus die video die kunnen jullie ook gaan checken op het kanaal van JJ Friends. Want daar wordt uitgebreider en gedaan en dat soort dingen. Dus let's go to Amsterdam. Oké, bye, tot zo. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En ik moest even nadenken welke dag het was. Het is vandaag donderdag en het is nu rond. Kijk hoe laat het nu is. Het is nu 11:30. Vader is beneden. We gaan zo lekker even naar het Alexandrium. Om even daar te gaan winkelen en zo. En ja, dus dat wordt super tof. Daar heb ik er super veel zin in. Dit is wat ik aan heb. Justin Bieber trui. Ik weet het, ik leef in deze trui. Hij zit echt zo ontzettend lekker. Broek, Bershka en Zara schoenen. Fans schoenen. En ja, morgen wordt ook best wel een leuke dag voor mij. Want ik ga namelijk gaan schaatsen met drie vrienden van mij, van mijn klas. Nina, Lise en Lisanne. Super veel zin in. En natuurlijk ga ik dat ook vastleggen op camera. En vandaag is trouwens de grote onthulling van JJ. Super veel zin in. Dus vandaag gaan we bekendmaken dat we samen een YouTube kanaal hebben. En dat er zondag de allereerste video online komt op dat kanaal. En ja, dat moet ik ook nog even gaan bewerken. Mijn stukjes erin plakken en die van haar erin plakken. En misschien dan nog iets extra's filmen ofzo. Dus dat, ik neem jullie weer mee vandaag. Gezellig een dagje. En veel kijkplezier met deze vlog nog steeds. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Het is nu 12:15. En ik heb me al helemaal klaargemaakt voor de dag. Dit is wat ik draag. Dit spijkerjackje komt van de Zara. H&M sweater. De Bershka broek. En mijn nieuwe schoenen. Mijn instappers. Super tof. Wat ik vandaag ga doen. Even scherpstellen. Wat ik vandaag ga doen is. Ik ga zo meteen Nina ophalen. Bij Delft Station. En die is hier over ongeveer 40 minuten. En ik moet nog naar station, dus dat ga ik zo doen. Dan gaan we hier gezellig even wat kletsen en zo. En dan vanavond gaan we lekker schaatsen op de schaatsbaan in Delft. Super tof, is vlak bij mijn huis, dus het is echt super nice. En ja, dat is de planning voor vandaag. Dus let's go. Ik ga even wat eten nog en dan spreken jullie zo weer als ik met Nina ben. Of onderweg in de tram. Of in de bus. Dus
Let's go, let's go, let's go. Hallo schat. Hallo schatje. Hey. Hallo. Hallo poepie. Hallo poepie. Hallo poepie. Hey schatje. Ja. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Gaan we lekker zo meteen naar buiten? Over een uur. Weet je hoe laat moet ze uit? Over een uur zo? 4 uur. Oké, we gaan 4 uur lekker wandelen. Dus, let's go. Oké, doei. We hebben hier de Panina! Yay! En we luisteren naar 1975. Wauw, we hebben een nieuw dansje uitgevonden. Wauw, ga naar het zien. De wandel met Lize en Nini. We hebben het koud. Ik heb mijn jasje. En we gaan lekker lopen. En zo meteen pannenkoeken bakken. Oh, nee. Ik heb pijn in mijn knie. Van jou. En schaatsen. En Lisanne komt ook nog. Nee, maar gezellig. Ja, maar gezellig. Gezellig. Een soort van, we hebben nu al, zeg maar, we hebben nog vakantie, maar we spreken toch met de deel van de af, want wij zijn echt true friends. Just saying. Dus ja. True friends. You're true friends. Till here, till the end. Kijk, wat echt heel grappig is, is Lize kan een trucje met haar benen. Laat zien. Nou nee, op Nina, doe mee. Nina, doe mee. Oké, ik ga jullie filmen. 3, 2, 1. Nina is lekker pannenkoekjes aan een bakje. We gaan lekker pannenkoek eten. En Lize en Lies is hier aan het dansen. Ja, hoe heet dat nou? Spatel? Nee. Wat zoek je? Ja, hoe heet dat nou? Zo'n ding. Nee, die. Zo'n papier. Keukenpapier. Ja, die ligt daar. Lekker koken en ondertussen lekker muziekje erbij. De koekjes zijn gemaakt, eentje is klaar. Ja, play it. Lekker smullen. Zo hoor, pannenkoeken eten. Eet smakelijk. En dan met er pannenkoeken. Hey, dat is goed. Oh, wacht, mijn camera. Lig ik nu in bed. Het is nu even kijken hoe laat het nu is. 23:37. Ik lig lekker in bed en het was super gezellig op de ijsbaan. Wat hebben jullie kunnen zien in de vlog? En het sneeuwt nu gewoon buiten. Ik weet niet of jullie dat zien. Wat wit daar ligt.
op de grond. Maar het was wel echt een super leuke dag. Ik ben echt wel heel erg moe. Dus ik ga zo meteen lekker slapen. En ik sluit bij deze ook de vlog af. Maar nog niet voor deze weekvlog. Maar ik bedoel, ik sluit hem wel af voor vandaag. Dus tot morgen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Het is zaterdag 7 januari. Het is nu rond 2 uur. Ik lig nog in bed. Ik heb net ontbeten beneden, by the way, en gedanst en shit. Maar ik heb al best wel een lange dag op zitten. Maar ik ben weer lekker in bed gekropen. En ja, het ging zeg maar sneeuwen. Dus ik heb ook geen zin om heel veel dingen te doen. En ik moet nog huiswerk maken en zo. Maar dat ga ik zo meteen lekker doen. Ik heb er nu echt geen zin in. Dus dat. En dan begint maandag begint weer normaal schoolleven. Dus dan is de vakantie voorbij. Het is zo snel gegaan, by the way. Weet je hoe kut dat is als je denkt van, oh yes, ik heb eindelijk vakantie, weet je wel. En dan is het zo van, vakantie is over. Deal with it. En zo, oh, dat is echt kut. Maar goed. Ja. Morgen komt trouwens voor mij de eerste video online op JJ Friends. Super veel zin in. En het schaatsen was gisteren echt heel gezellig. En zo, maar ik heb niet echt meer gevlogd volgens mij daarna. Ik moet even zo terugkijken. En zo, het was super gezellig. En ik ga nu Snapchat maken. Volg je me trouwens nog niet op Snapchat? Dan moeten jullie me even hier op volgen. Dan kan je me even op pauze zetten ofzo. Als je me wil volgen op Snapchat. Ik ga dus nu een Snapchat maken dat ik aan het vloggen ben. En zo gaat het proces. Dan heb ik zeg maar zo en dan... Dan zie je daar die foto. Super deel. Oh, je hebt ook allemaal van die screensavers. Ik vind die screensavers vind ik nooit ergens op slaan. Kijk. Waar slaat deze op? Ik weet het niet. Maar, ik spreek jullie zo weer. Dus doei. Is het nu best wel laat. Het is donker buiten. Het is nu 23:33. En waarom ik zo heel weinig heb gevlogd, is omdat ik gewoon helemaal niks heb gedaan. Ik had een heel druk weekje achter de rug. Ik heb gewoon lekker de hele dag in mijn pyjama rondgelopen. Of een sweater en een joggingbroek. En Keeping Up With The Kardashians gekeken. Daar had ik zoveel zin in. En ik had ook niet zoveel zin om mijn camera erbij te pakken vandaag. Ja, wat ik nu wel ga doen is nu 11:30. En ik moet de video van JJ Friends nog gaan bewerken. Dat ga ik nu doen. En dat is de allereerste video die op het kanaal komt. Van mij en Jamir, die staat op het kanaal van JJ Friends. Moet je even gaan kijken en abonneren natuurlijk op dat kanaal. En ik ga nu even die video editen. En ja, dan spreek ik jullie morgen weer. Dus tot morgen, guys. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Het is nu 1:06. Ik heb heel weinig gedaan vandaag. Tot nu toe. Ik heb even mijn kamer een beetje opgeruimd. En voor de rest heb ik niet dat heel veel gedaan. Ik ga wat vragen beantwoorden die binnenkwamen op Twitter. Even kijken. Het waren er in totaal maar 2. Dus oké. Okay. Iris de Fangirl vraagt, typisch why be brave? Deze vraag krijg ik echt heel vaak. 1 keer per Q&A krijg ik deze vraag. En ik vind het niet eens zo erg of zo, maar goed. Typisch why of be brave? Ik denk toch wel allebei, omdat ik gewoon niet kan kiezen. En ja, ik denk allebei. Dan vraagt Jessica, / Kai X. Beste concert waar je ooit bent geweest? Ik denk toch wel naar het concert van
Ariana Grande. Want toen zag ik haar echt voor het eerst. Ik ga dit jaar weer naar Ariana Grande. Concert. Ik mag dit keer wel gewoon mijn camera meenemen. Dus dat vind ik echt onwijs nice. En dus kan ik ook betere beelden maken. En lekker scherp. En natuurlijk maak ik dan ook met mijn telefoon. Hier krijg ik trouwens ook heel veel vragen over. Van, goh Jane, welke telefoon heb je? En ik heb de iPhone. Ik heb de iPhone 6S. En dit hoesje zit erop. Maar ik ga binnenkort weer een nieuw hoesje erover opdoen. Omdat ik deze gewoon echt leuk vond voor de maand december. Vond ik deze gewoon echt heel erg leuk. Maar ik moet echt die marble weer erop gaan doen. Wacht, ik ga hem even pakken. Deze ga ik er weer op doen. Super tof. Echt van de Bershka is deze. En hier is zeg maar witte marble. En dan hier een soort spiegeltje. Hier zwarte marble. Dus dan zie je zeg maar dit weer in plaats van dit. Dit vind ik ook wel erg mooi. Dus, en ik heb de gouden versie. Nou, ik ga nu even douchen. En lekker even ontbijten. Brunchje zeg maar. En natuurlijk gaat mijn vlogcamera gezellig mee. Dus jullie gaan mee en ik spreek jullie zo. Zoals je kan zien zit ik nu beneden. Ik heb echt super weinig vlog vandaag. Maar ik ben dus nu wat aan het sturen om naar Jamira. Het is nu 5 uur. En een uur geleden is de video op het kanaal van JJ Friends online gekomen. Yeah! En hij wordt super goed ontvangen. Dus daar ben ik echt super blij mee. Linkje vind je trouwens hieronder van het kanaal. Dan kunnen jullie ook lekker aanbrengen en zo. Dus dat. Ik ben nu een mailtje aan het sturen met een foto die we willen gebruiken voor een. Hoe heet dat nou? Voor een oproepje voor op Instagram van een Q&A. Die we samen gaan opnemen. Binnenkort volgende week. Als deze vlog zien is het. Kan je nog gewoon je vragen insturen. Als je nou een dringende vraag hebt aan mij en Jamir. Stuur hem dan hieronder. En dan gaan we hem beantwoorden. Super tof toch. Even kijken hoor. Ik ben nu dat mailtje aan het sturen. Even zo. En dan spreek jullie zo weer als ik klaar ben met dat mailtje sturen. En ondertussen ga ik dan ook nog even de vlog van Monica Geuzen kijken. Echt een hele oude vlog of zo. Van, ik ben nu deze aan het kijken. 2 vlogs in 1. MonicaGeuzen.nl vlog 49. Dus dat ga ik nu even kijken. En ik spreek jullie zo weer. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Jezus, het is 7:30. Ik ga niks meer boeiends doen.
Dus ik ga lekker de week een vlog afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet niet de video te checken op het kanaal JJ Friends. Linkje vind je in de beschrijving. En laat ook dan even weten een leuke vraag achter voor mij en Jameer. Wat je altijd al van ons wil weten. En ik spreek jullie de volgende week weer. Tot volgende week. Oh, en by the way, woensdag komt er een video online. En super toffe. Dus tot volgende week. Doei doei.